Ja, we gaan vanmiddag op bedrijfsbezoek bij Malmberg. Uitgeverij onder andere van materialen voor het onderwijs. En we doen dit in een serie, dus we hebben een aantal bedrijven op bezoek geweest. Waarbij we steeds een verbinding maken tussen onderwijs en bedrijfsleven. En vandaag gaan we het hebben over goede ontwikkeling. Dus wat ik erg benieuwd naar ben is wat voor instrumenten Malmberg bijvoorbeeld inzet om ook die ontwikkeling op een goede manier te borgen. Malmberg is een educatieve uitgeverij, bestaat al 125 jaar en is actief in het basisonderwijs, voortzetonderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Een van de doelen bij ons is, zeg maar, is dat we vooral met digitale oplossingen willen komen voor het onderwijs. En dan moet je je als organisatie afvragen hoe bereik ik ook die doelen. En dat zie je natuurlijk ook in het onderwijs zelf, die hebben ook doelen. Die willen bijvoorbeeld digitale vaardigheden van docenten op een hoger niveau te krijgen. Nou, en dan ga je met elkaar nadenken over, oké, dat heb ik als doel. En wat moet ik daarvoor doen om dat doel te bereiken? Nou, ik denk dat er één belangrijke stelling is die hier geldt, maar ook in het onderwijs, dat de mensen het verschil maken. Dus alles wat je doet, en dat betekent voor iedere medewerker hier, is dat, en daar investeren we heel veel in, en begeleiden doen we ook heel veel aan begeleiding, dat door dat credo dat zij het verschil maken, uiteindelijk die mensen ook, de mensen die we in huis hebben, om ook te ontwikkelen, maar ook om de goede mensen binnen te halen en daar ook heel goed te kijken naar wie. En dan komen we ook weer terug op het verhaal wat we deze middag ook hadden. Als we kijken naar onze doelstellingen, welke mensen hebben we dan ook nodig om dat verschil te kunnen maken? Wat in ieder geval heel duidelijk is blijven hangen, dat is dat het belangrijk is om in een soort proces van co-creatie samen met mensen neer te zetten welke kant je op gaat. En ook bepaalt wat nou maakt dat je daarin succesvol kunt zijn. Om vervolgens daar heel nadrukkelijk de focus op te blijven richten. Het doel was met name om gewoon onderwijs, zeg maar in dit geval schoolleiders, te betrekken bij wat bij ons als organisatie speelt. En ook echt een kijkje in de keuken van hoe je als organisatie ook aan het veranderen bent, waar je dan tegenaan loopt. En wat voor hulpmiddelen we daarbij hebben gebruikt. Met name het stellen van doelen en vooral focus, heel erg belangrijk. En daar, en dat is wel het allerbelangrijkste, is wat ik dan noem en wat we al denken in het verhaal, ook in de feedback die we krijgen, de bewustwording bij alle mensen in de organisatie van waarom doen we dit eigenlijk en wat kan ik daaraan bijdragen. Dus ook dat nemen we mee en we hebben net een afspraak gemaakt om bij ons op school een keer daarover verder te praten, dus dat is mooi.